Het gekke is dat ik eigenlijk de laatste, dat is iets van de laatste weken, mijn vader gaat niet zo goed. Oh, dat weet je wel? Ja, dat heb ik gehoord via. Oké. Hij zit in een soort van verzorgingsverpleeghuis en in een rolstoel, geloof ik, een groot deel van de dag. En met Jolanda, mijn vrouw, en ook met Anton Corbijn, een goede vriend, boezemvriend, een gesprek over gehad over... mijn vader is geloof ik 87. Mm. Dat misschien toch... Kijk, je moet niet gelijk hebben en gelijk krijgen. Zijn twee verschillende dingen. Je moet ook niet volharden in je eigen gelijk. Mm. Ik ben eigenlijk helemaal geen man van rancunes. Ik bedoel, niet zoals in de Bijbel, heb je uw vijanden lief. Zover wil ik nou ook weer niet direct gaan. Hoewel ik die Bijbeltekst wel paraat heb, zoals je merkt. Maar ik ben ook niet van de ene wang en de andere wang gelijk toekeren voor een oorvijg, dat niet. Maar je moet soms over dingen heen kunnen stappen.